Dankjewel, Sivra. Welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Ook het eerste voor mij voor het jaar 2020. Dus aan u allen een voorspoedig 2020 toegewenst. Als u wensen hebt, laat het niet bij wensen blijven. Hè. Geef er in elk geval invulling aan. Want anders is het zonde van je tijd en je wensen. Nou, in het tweede deel zal ik een heel interessant gesprek hebben. Ik heb namelijk twee energieke dames hier, die ook kunstenaressen zijn, met wie ik ga praten over een expositie die op 10 januari gehouden zal worden. En ik kan u zeggen, het is een heel bijzonder expo. Alleen de naam zegt het al, the struggle is real. U denkt natuurlijk dat er gevochten zal worden. Nee, want ik ga praten met deze dames en ik ga ze even de gelegenheid geven om zichzelf aan u voor te stellen. Ja, mijn naam is Suzanne Bernhard. Ik ben kunstenaar. Ik woon en werk in Amsterdam. En ik ben begin dit jaar 3 maanden in Mungo geweest, waar ik een artist in residence heb gedaan. En nu ben ik terug voor deze expositie. Voor deze expositie. Ik ben Roosje Verschoor. Ik ben ook kunstenaar. En ik woon en werk in Amsterdam en in Paramaribo. Ik ben fotograaf, maar ik maak kunst rondom fotografie. Ah. En verbreed af en toe mijn spectrum. Oké. Nou, the struggle is real. Is een aparte naam voor een expo. Waarover gaat deze expo? Begin jij. Okay. Nou, onze expo gaat over Podociri. Uh-huh. Suzanne en ik hebben elkaar vorig jaar leren kennen in Mungo, toen we allebei artist in residence waren en we allebei ons eigen project aan het werk waren. We raakten toen geïnteresseerd in dat goedje dat iedereen aan het eten was. Daar in Marowijne. En toen hebben we die gezamenlijke interesse een beetje uitgebouwd. En zijn we gaan kijken in een klein Podociri-fabriekje. We hebben een keer zelf Podociri leren maken. En we zijn een keer meegegaan met Podociri-plukkers. En die klommen heel hoog de pinapalm in. En terwijl ze dat deden, zei een van die jongens, the struggle is real. Ja, hè, om die... Ja. Is het moeilijk om in die... Nou, wij hebben het geprobeerd. En ik kan u vertellen dat het erg moeilijk is. Erg moeilijk. Ja. Ja. Dus die kleine vluchtjes, want dat zijn ze toch? Zijn niet zo makkelijk te halen. Nee, zeker. Ah. En wat ook zo is, is dat besje, want het is een bes, mm-hmm. eigenlijk best een grote pit heeft. Dus er zit best weinig vruchtvlees aan. Dus je moet best veel moeite doen om eigenlijk dat vruchtvlees ook te halen. Het is hard. Als je hem direct vanaf de boom in je mond stopt, is het een hard. Het is niet lekker om te eten. Mm-hmm. Er komt bijna geen sap vanaf. Okay. Dus hij moet gehaald worden, geweekt worden, verwerkt worden. Dus eigenlijk het hele productieproces is heel arbeidsintensief. Dus ja. De mensen die zo van Podociri houden. Het is een struggle om aan die Podociri te komen. Ja, precies. Ja. Oké, maar dat gaan jullie nu uitbeelden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus al die dingen die we in Mungo hebben gedaan, mm-hmm. die heb ik gefotografeerd. Oh, okay. Ik heb die foto's toen omgezet in etsen met een lichtproces. En die etsen heb ik toen gedrukt met inkt die ik heb gemaakt van Podociri. Oh. Dus daarvan laat ik 9 zien nu. Het tweede... wat we laten zien heeft Suzanne gemaakt. Misschien is het leuk om te vertellen van wat er gebeurde toen je weer in Nederland was. Ja, precies. Roosje was nog in Suriname en ik was wel in Nederland. We hadden veel contact natuurlijk. En Roosje zat vaak met FaceTime met een bak Podociri aan het eten. Zaten we samen te ontbijten. Okay. En dan miste ik het heel erg. Dus ik ging op zoek naar Podociri in Nederland. Okay. En dat heb ik ook gevonden, maar onder een andere naam. Uh-huh. Namelijk açaí. Uh-huh. Dat is dus de Braziliaanse benaming. Oh, okay. En toen ik dat bestelde in een koffietentje, kreeg ik een hele grote kom die er prachtig uitzag met allemaal coconut shavings en cacao snips en fruit, gemixt met yoghurt of andere zuivel. En ik nam een hap en ik proefde eigenlijk helemaal geen Podociri. Dus het was een heel klein percentage zat er maar in. Maar er werd wel verkocht van, oké, dit is een tropische bes, ja. Komt van heel ver. Dus eigenlijk werd meer het plaatje, het beeld ervan verkocht dan wat er uiteindelijk in zat. Mm-hmm. En die tegenstelling vonden wij ook heel mooi. Dus dat zijn we verder gaan onderzoeken. En ik heb uiteindelijk een serie keramieke werken gemaakt. Met Surinaamse klei en Nederlandse klei. Okay. En die heb ik samengebracht in 1 kom. Mm-hmm. Dus er zijn bakjes gemaakt waarin je die twee klei heel duidelijk...
samenkomen. Echt, hè? Ja. Verschillen ze in kleur? Of, ja, je hebt Nederlandse klei, dat is echt die rode klei die je ook vaak in bakstenen kleur terugziet. Mm-hmm. En de Surinaamse klei is eigenlijk een hele witte klei en die kwam uit de Kotika-rivier. Dat zijn echt een mooie combinaties. Mm-hmm. En ja. Daar heb je bakjes van gemaakt waar die podosiri ook gegeven kan worden. Precies. Ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. En daarnaast hebben we allebei videowerk gemaakt. Mm. Ik heb een videowerk gemaakt, dat gaat over de pinapalm, met een gedicht erbij. En Suzanne heeft een compilatie gemaakt van YouTube-filmpjes waarin mensen podosiri eten, of acai, en dan vertellen of ze het lekker vinden en wat er allemaal goed aan zou zijn, wat waar ze over hebben gelezen, et cetera, et cetera. Ja. En dan hebben we posters en we hebben een kunstenaar, Kenny van Genderen, gevraagd om een sculptuur te maken rondom het thema podosiri voor buiten. Wauw, het is een expositie met verschillende facetten. Ja. Dus als mensen daar komen, worden ze ingelicht over een beetje de achtergronden van de podosiri, mm-hmm. waarvoor het goed is. En ze zien mooie kunstwerken van keramiek. Ja. Ja. Wauw. Wat wij ook heel leuk vinden is dat we willen echt dat moment gebruiken dat mensen samenkomen. Uh-huh. En als je het over podosiri gaat hebben, dan kun je er naar kijken, je kunt verschillende onderwerpen belichten. Maar we dachten, je moet het ook gaan proeven natuurlijk. Ja. Dus, en die mogelijkheid bestaat. Ja. Mensen ja. gaan daar podosiri wat drinken of eten. Allemaal. We werken samen met een kok, Paul Lisse. En die bereidt kleine hapjes voor. Dus fingerfood. Hmm. Allemaal met een ingrediënt van podosiri. Zo. Ja. Dus het is echt een choreografie van eten, kijken, ervaren, praten over en met podosiri. Wow. Heel uniek. Voor het eerst hoor ik van zo'n expo. Meestal is een expo, je gaat en je kijkt. Mm-hmm. Maar dit is variëteit helemaal. Mm-hmm. Ja, en het onderwerp, voor ons vraagt het onderwerp daar ook om. Omdat podosiri interessant is, want het is ook een manier om voor mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ja. En het geeft een bepaalde vrijheid, want je gaat naar het bos, je plukt. Je kan het gelijk verkopen in je eigen omgeving. Daarnaast is er dan het aspect van hoe het in Noord-Amerika en in Europa wordt gegeten en hoe er over wordt gepraat. En dan het verschil in de naam, dus podosiri en acai. We gingen kijken een beetje in oude archieven en toen vonden we de Latijnse naam en die was Euterpe Oresai. Ja, en dat lijkt dus op acai, dus wij zijn tot de conclusie gekomen dat op een gegeven moment dan de ontdekkingsreizigers iets hebben ontdekt wat al lang bestond en daar dan een nieuwe naam aan hebben gegeven. Ja, ja. Maar hier, want als je aangeeft, dit is zo'n kleine bes. Mm-hmm. Hoeveel van die trossen moeten ze hebben voordat ze een grote hoeveelheid? Nou, we kunnen wel vertellen hoeveel wij hebben gemaakt. Ja, wij hebben toen één zo'n oude rijstzak vol genomen. Ja, en we hebben uiteindelijk een emmer en zo'n grote emmer. Ja, zo'n grote emmer. En toen hadden we zo'n laagje podosiri over van die emmer. Ja. Dus. En dat waren iets van 4 of 5 zakjes, toch? Wow. Ja. Ja. Maar jullie weten het te bereiden, dus wat is het proces? Wil jij? Ja, je begint eigenlijk dus door het vruchtvlees te weken in lauw water. Het moet niet te warm zijn, niet te koud. Dus dat moet, daar was ook een hele discussie rondom met grootmoeder en moeder. Oh, okay. Dus dat was precies de juiste temperatuur. Nadat het geweekt wordt, wordt het de eerste keer gestampt met een stamper. Oh, okay. Dat deden jullie zelf? Ja, nadat het voorgedaan was, hebben we het met z'n drieën in rondes gedaan. Het is echt zwaar werk. Dus gestampt en vervolgens wordt het de eerste keer gezeefd, tweede keer gezeefd en vervolgens in een fijnere zeef, het wordt 3 keer gezeefd. Ja. En dan heb je dus, en dat wordt dus met de hand er zo doorheen geduwd. Wow. Ja. Okay. Maar de podosiri die wij kochten werd weer op een andere manier gemaakt. Ja, die wordt dan in een klein fabriekje bereid en dan heb je een soort van machine die al stampt. Dat is minder. Ja. Daar is die struggle minder. Ja, maar het blijft vrij intensief werk, want je moet de hele tijd. Het is niet een soort van machine waar je het ingooit en wacht en dat het eruit komt. Je moet wel degelijk ook pompen en doen. Okay. Ja. En er wordt sap van gemaakt. Hè? Maar sommige mensen maken er ook hapjes van. Hoe doe je dat? Ik zag het in cake, acai cake. Ah. Kan dat? Ja, dat kan op verschillende wijzen.
In Europa wordt ook vaak als poeder verkocht. En dan kun je het poeder toevoegen aan iets en dan lost het op. Vaak een shake of zo. Ja, precies. Oh, okay. Dus daar kun je ook mee bakken al. Ook omdat het is niet zo lang houdbaar. Dus dan is poeder heel handig. Mm. En daarnaast, je kunt het door je beslag doen. Er zijn inderdaad. Heel interessant. En die expo is op vrijdag 10 januari. Ja. Ja. Waar? Bij Messonadia aan de Anton Drachtweg. Hoe laat en hoe lang duurt het? Het is vanaf 7 uur tot een uur of 9, half 10 zo. En het is ook leuk als mensen aan het begin komen, omdat we dus een tour doen langs al onze werken en daar de hapjes precies bij geserveerd worden. Ja. Dus als je op tijd komt, dan kan je dat allemaal mooi 7 meenemen. 7 uur in Messonadia. 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 En hoe lang gaat die expo staan? Daarna zal de expo nog een week open zijn. Een week open zijn. Nou, kijkers, ik ga er naartoe. Gratis toegang of moet men... Nee hoor, je kunt gewoon komen. Gewoon komen en gaan genieten van een heel unieke expo getiteld The Struggle is Real. En als u dat heeft gehoord, het is echt een struggle. Dus nu moeten we meer gaan genieten van produceren. Ik hou er niet zoveel van. En jullie het lekker? Ja, wij vinden het echt heel lekker. Ik heb het wel moeten leren eten hoor. De eerste keer dacht ik ook, want het, je verwacht zoet, fruit, maar eigenlijk proef je meer, deed het meer denken aan iets van avocado, olijven of cacao zelfs een beetje, of nootachtig, maar niet echt fruitachtig. Nee. Uiteindelijk, toen ik het eenmaal begon te leren eten, kon ik er ook bijna niet meer zonder. Ah. Ja. En ik hoor het dus heel gezond. Ja. Wel, dan zal ik ook proberen hoor, net als haar. Ik ga het leren eten en drinken. Want ik zie sommige mensen wanneer ze drinken, ik denk, wat is zo lekker. Maar ik zal naar die expo komen en dan, wanneer ik het misschien een beetje de verschillende hapjes op nemen. Maar een heel unieke expo, aan jullie nog de kans om de kijkers op te roepen. Hè? Nou, we hopen u allemaal te mogen ontvangen op 10 januari aanstaande vrijdag om 7 uur. Ja, wees welkom en we gaan u een mooie presentatie geven. Helemaal. En als u de presentatie krijgt van deze energieke dames, dan denk ik dat we met z'n allen Podocili-gebruikers zullen worden. Ik zou zeggen, heel veel succes. Ja, dank u wel. Ga ervoor. Dank u wel. En we hopen je later een andere keer nog te spreken. Yes. Ja, oké, kijkers, dat was het einde van dit tweede deel van In Gesprek met de kunstenaressen Roosje Verschoren en Susanne Bernhard over de expositie The Struggle is Real. Dat is dus op vrijdag 10 januari in Machinada aan de Anton Drachtenweg. En het begint om 7 uur. Ik ga op tijd, want u heeft gehoord, u gaat langs alle stations. En dan kunt u echt gaan experiencen alles dat te maken heeft met produceren. Maar u gaat nog niet weg, want straks is Sisma B. Sisser weer bij u en zij heeft een gesprek met de heer Codrington. Ik groet u en ik zeg tot de volgende keer. Goeiedag.